het allerbelangrijkste vind ik natuurlijk is dat muziek maken gewoon hartstikke leuk is. En het is heel erg leuk om samen met elkaar muziek te maken. Breda Nu. Je weet het meteen. Het kleuterkoor van Zangschool Musicaia is een koor bestaande uit kinderen van 4 tot 6 jaar. Het wil kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met muziek, want muziek hoort bij de opvoeding. Het kleuterkoor bestaat nog niet zo lang. We zijn er afgelopen jaar mee begonnen. En het is een klein groepje van een aantal kleuters die van alles en nog wat zingt. De docent doet allerlei oefeningen met ze om op een speelse manier alvast wat ademtechniek en wat zangtechniek te leren. Ze zingen allemaal leuke liedjes. En het is echt een kennismaking met zingen, een speelse kennismaking met zingen. Waarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek? Ja, nou daar zijn echt ontzettend veel bewijzen voor en wetenschappelijke onderzoeken. Ik kan er zo 1000 noemen, maar het allerbelangrijkste vind ik natuurlijk is dat muziek maken gewoon hartstikke leuk is. En het is heel erg leuk om samen met elkaar muziek te maken. Maar je kan al van alles verzinnen over dat de cognitieve ontwikkeling goed is en van alles en nog wat. Maar het belangrijkste is gewoon dat muziek hartstikke mooi is en heel belangrijk om daarmee op te groeien. Is zangtalent aan te leren of is het echt genetisch bepaald? Kijk, talent is natuurlijk nooit aan te leren. Je hebt mensen met veel talent en mensen met weinig talent. Maar op elk niveau kan je natuurlijk wel beter leren zingen op je eigen niveau. Dus soms komen er kinderen op school die heel veel talent hebben. En daar kun je dan heel ver mee komen. Maar er zijn ook kinderen met wat minder talent die ook op hun manier ver kunnen komen. Ja. In het kleuterkoor zijn we nog helemaal niet bezig met talent. Of, dat maakt ook helemaal niks uit. Ze mogen gewoon lekker spelen met hun stem. We doen wat speelse stemoefeningen. We studeren allemaal liedjes in. Met allerlei spelletjes erbij. Dansjes, veel beweging, veel afwisseling. En de kleuters die durven, die mogen aan het eind van het jaar optreden op het jaarconcert. Maar het is heel vrijblijvend bij kleuters, want heel veel vinden het nog heel spannend natuurlijk. Heel vaak hebben poezen ook een goed gehoor. Nog een keertje. Breda Nu. Je weet het meteen.